Dit is Papa Alfa No Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 14 juli 2016. Dit is het berichtje van donderdag. Vandaag sla ik voor één keer de morse over en verder hebben we wel een SSTV-plaatje in PD50 met daarop twee bekende artiesten. Op 9 augustus bestaat de Daily Minutes alweer 2 jaar. Ik ben niet erg van de jubilea, maar vandaag is er een kort stukje van de jubileumuitzending van 9 augustus vorig jaar. En omdat die uitzending grotendeels in het Engels was, aansluitend de uitzending van 2 dagen later in het Nederlands op 11 augustus. In die uitzending worden weer gedeeltes herhaald van de uitzendingen van nog een jaar eerder. Voor mij was het in elk geval heel leuk om weer eens te horen hoe de uitzending 1 en 2 jaar geleden klonk. Ik maakte toen vaak 2 uitzendingen per dag. Eentje voor de Korte Golf, waar ik toen nog op uitzond, en eentje voor PI2NOS. Op 9 augustus echter was de Korte Golf-uitzending nagenoeg gelijk aan die op de repeater. Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 9 augustus 2015, jawel, 9 augustus 2014 was de eerste. Dit is het bulletin van zondag. In het weekend zijn de uitzendingen van de Daily Minutes in het Engels. Aan het eind van de uitzending hebben we data in 8 PSK, let op, 500 bij 1000 Hz. 8 PSK, 500 bij 1000 Hz. Dat ook in dit geval weer ontcijferd kan worden met FL-Digi. Vanavond is trouwens op www.pianolete.nl te vinden hoe je een variant van FL-Digi op een Android smartphone kunt installeren, inclusief een YouTube-filmpje van hoe dat er op mijn smartphone uitziet. Dat is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo. Daily Minutes of Sunday, August 9, 2015. This is Peter John of Emergency Radio. Today our show is completely in English. We have some DX news. In addition to that, we have some data in 8 PSK 500 around 1000 Hz. Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 11 augustus 2015. Dit is het bulletin van dinsdag. In het kader van het eenjarig bestaan van deze uitzending, vandaag en morgen ook nog herhalingen van eerdere uitzendingen. Vandaag betreft de herhaling een combinatie van de uitzendingen van 12 en 13 augustus 2014. Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, dinsdag 12 augustus 2014. D-Star Vlaanderen meldt dat de tests van de eerste D-Star repeater satelliet zijn begonnen. De eerste test van de Parrot tablet sat Aurora zal naar verwachting duren tot maandag 11 augustus. De frequentie is 437.050 MHz bij een Doppler shift van 10 kHz. Zo gaat D-Star Vlaanderen verder. De tablet sat Aurora werd op donderdag 19 juni van dit jaar gelanceerd, tezamen met nog 11 andere satellieten vanuit Dombarovsk. De D-Star GMSK Papagaai repeater kan berichten tot 8 seconden spraak opnemen en opnieuw uitzenden en heeft een zendvermogen van 0,8 watt in een sprietantenne. Er zijn nog 2 andere GMSK transceivers aan boord in deze satelliet. Die zenden telemetriegegevens uit op 435.550 MHz en 436.100. Het vermogen daarvan kan worden afgesteld vanuit het grondstation op 0,8 of 2.0 watt. Tabletsat Aurora heeft ook nog een downlink op 8192 MHz, 8 GHz dus. Lange tijd werd gedacht dat de Outvie-1 van de universiteit in het Belgische Luik de eerste satelliet met D-Star zou worden, maar zij werden bij hun ontwikkeling dus op 19 juni door de Russische tablet Sat Aurora ingehaald. Zie voor het originele bericht dus dstarvlaanderen.be. Nog meer ruimtenieuws, want een amateurpiloot zal naar verwachting rond het einde van dit jaar een tochtje achter de maan langs maken en daarbij in JT65B data uitzenden, aldus de site southgatearc.org, die altijd goed op de hoogte is. Het initiatief maakt deel uit van een Chinees plan om een Lunar Orbiter te lanceren, een satelliet dus in een baan om de maan. Heel feitelijk betreft het hier de vanuit accu's gevoerde 4MLXS Lunar Orbiter van 14 kilogram zwaar en dus niet een 100% amateurproject. Het onbemande ruimtevaartuig is onderdeel van het maanprogramma van de China National Space Administration, de Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA. Gegevens van het project worden dus uitgezonden op de amateurfrequentie 145.990 MHz in de amateurmodus JT65. Het signaal kan worden gedecodeerd met de bekende gratis WSJT-software. De module is een voorloper van de ook onbemande Lunar Probe Chang'e 5, die waarschijnlijk volgend jaar een landing op de maan zal maken en daarna met monsters van de maan terug naar de aarde moet keren.
De 4MLXS zal 1 rondje langs de Dark Side of the Moon maken en vervolgens zo'n 9 dagen na de lancering terugkeren in de atmosfeer van de aarde. Ja, nog een nagekomen bericht, want verder werd vandaag ook nog bekend dat de Bundesnetzagentur, zeg maar de Duitse agentschap Telekom, aan beheerders van Echolink nodes en D-Star hotspots heeft verzocht om contact op te nemen vanwege een frequentiewijziging. Die frequentiewijziging is nodig omdat er Echolink nodes zitten op 144.975 en 144.9875, terwijl er daarnaast D-Star hotspots zitten op 145.575. Dit zijn frequenties die sinds ruim anderhalf jaar een repeaterfrequentie zijn. Goed nieuws dus voor PI3UTR, want 2 van de genoemde frequenties zijn in gebruik bij deze repeater, wat in het verleden wel eens tot onbedoelde storingen heeft geleid. België telt volgens D-Star Vlaanderen nog altijd 28 D-Star repeaters die 24 uur per dag online zijn. Daarnaast zijn er nog enkele repeaters in de testfase, gepland of met een gering bereik. Anders dan in Nederland zijn in België bij de komst van DMR een aantal repeaters die voor D-Star werkten vervangen door een DMR repeater. Dat D-Star er niettemin niet uitgerangeerd is, blijkt uit het aantal repeaters dat nu nog in D-Star actief is. Dit was een herhaling van delen van de uitzendingen van de Daily Minutes uit augustus 2014 en 2015. Vandaag geen Morse, maar direct hierna wel SSTV. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartjexdv.me.